In 2018 leerde ik stichting Kitten Rescue Curaçao kennen en ik ben al vrij snel ingestapt als ambassadeur. Het geweldige werk wat zij hier doen op Curaçao voor de katten, daardoor wil je hier onderdeel van zijn. In deze korte video ga ik je meenemen en laten zien wat ze allemaal doen voor de katten hier en hoe jij ze kan steunen. Ik doe dit samen met Mirjam Bleker, de drijvende kracht achter de stichting. Hey Mir. Hey Pie. Wat een prachtige plek hebben jullie hier gerealiseerd voor de katten. Ja, dankjewel. Daar zijn we ook enorm trots op. We hebben deze mooie opvang eigenlijk mede dankzij WeWAR, Stichting Dierenlot en Abri voor Dieren neer kunnen zetten. Oh, ja. Zal ik je even laten zien binnen? Ja, ik ben heel benieuwd. Nou, kom verder. Wat vang je hier allemaal op? Wij vangen hier voornamelijk kittens op en dan kittens die om wat voor reden dan ook zonder moeder zijn komen te zitten. Dat kan variëren van kittens van een dag oud tot kittens van een aantal weken. Wij vangen poezen op met kittens die op straat moeten overleven. Dat is natuurlijk geen plek om kittens groot te brengen. En we doorbreken graag de cirkel, dus we willen graag de moederpoezen dan ook. En aan het eind van de rit steriliseren we die natuurlijk en daar zoeken we uiteindelijk ook een huisje voor. En we vangen gewonde zwerfkatten op die zorg nodig hebben en dat niet op straat kunnen krijgen. Wauw. En hoe komen ze bij jullie terecht? Mensen vinden kittens, mensen spotten ze, ze komen ze brengen of we worden gebeld dat zich ergens een gewonde kat bevindt en dan kunnen we daarop af. Wat is het belang van de adopties voor jullie? Adopties voor ons zijn essentieel. Wij zijn een tijdelijke opvang voor kittens, dus de bedoeling is niet om ze te verzamelen. Dus dat betekent dat er geadopteerd moet worden voordat we weer nieuwe kittens op kunnen nemen. Dus adopties zijn van levensbelang. Mirjam, we zitten nu in jullie kattencafé. Heel erg gezellig hier. En waarom zijn jullie een kattencafé begonnen naast de opvang voor kittens die jullie doen? Eigenlijk om een positieve draai te geven aan de opvang van de kittens. De reden dat wij ze opvangen is natuurlijk niet leuk. Maar we willen graag mensen kennis laten maken met onze kittens op een leuke manier, op een positieve manier. En ook op een laagdrempelige manier, dat mensen met plezier komen kijken en dat ze gewoon lekker met de kittens kunnen knuffelen en kunnen zien wat wij als stichting allemaal doen. En daarbij een drankje drinken en even gewoon lekker tussen de katten zitten en ook de leuke kant van het opvangwerk meemaken. Hebben jullie ook een eigen operatiekamer, hè? Maar jij opereert daar niet, toch? Nee, dat klopt. We hebben eigenlijk de operatiekamer ingericht om dierenartsen uit Nederland de kans te geven om bij ons te komen opereren. De dierenartsen betalen dan zelf hun eigen ticket en wij zorgen hier lokaal voor gesponsord verblijf en vervoer van de dierenartsen. Op die manier kunnen we de kosten eigenlijk heel erg laag houden van onze sterilisaties. En kunnen we enkele keren per jaar acties houden waarbij we echt grote aantallen zwerfkatten kunnen steriliseren en serieuze stappen maken. En hoe werkt het dan met de zwerfkatten? Op het moment dat wij hier artsen over hebben om te steriliseren, dan gaan we zwerfkatten invangen. Dat doen we met behulp van vangkooien. Dus dan gaan we naar locaties waar meerdere katten zijn, waar mensen melding van hebben gemaakt. We gaan die katten invangen en de bedoeling is ook om ze na het steriliseren en terugzetten ook te blijven monitoren. Dus niet alleen maar steriliseren, maar ze moeten ook in de gaten worden gehouden in de periode daarna. Al dat steriliseren, dat is best kostbaar van al die katten hier, maar daar heb je een oplossing voor, toch? Ja, het is in principe, het kan heel kostbaar zijn, maar omdat wij dus dierenartsen uit Nederland halen die dan zelf hun ticket betalen, wij zorgen door middel van lokale sponsoring dat ze gratis kunnen verblijven, ze krijgen een gratis huurauto aangeboden. Het is een win-win situatie waarbij de dierenartsen een soort mini-vakantie hebben waarbinnen ze een aantal dagen voor ons steriliseren. En wij houden de kosten dermate laag dat we uiteindelijk ongeveer voor 10 euro per kat een kat kunnen steriliseren en vaccineren.
Deze katten zien er goed uit, Mirjam. Ja, zeker. Ze zijn allemaal gesteriliseerd door Michelle en ze worden echt gewoon heel erg goed verzorgd. Ja. Het enige is dat het voor haar financieel gewoon lastig is. Het zijn best wel veel katten. En ze verzorgt ook nog katten door de hele wijk. Dus op de manier dat wij haar met voer kunnen ondersteunen en medische verzorging van deze katten, dan is eigenlijk iedereen gelukkig. Ja. Dus jullie regelen de voeding, dat ze gecastreerd, gesteriliseerd worden. Ja. En als er eentje ziek of slecht is, dan ook de kosten voor de dierenarts. Ja, dan kan ze op onze kosten gewoon op consult met ze. Wauw. Ja, zo houden we hier een gezonde populatie onder controle. En zij is ook jullie ogen hier in de wijk? Klopt. Zij komt bij heel veel mensen over de vloer, wat voor ons gewoon lastig is. Daar hebben we een beetje vinger aan de pols. Ja. Geweldig dat jullie haar kunnen helpen zo. Ja, dat is heel fijn. Dus dit zijn katten waar wel voor gezorgd wordt, maar er zijn ook nog katten die helemaal op zichzelf leven, toch? Die Klopt. Niet bij de huizen in de buurt zijn. We voeren ook een aantal populaties op het strand. Ja. En daar kunnen we ook even gaan kijken. Dit zijn de zwerfkatten die hier op het strand leven. Ja, dat klopt. Deze katten zijn allemaal gecastreerd, gesteriliseerd. En deze groep wordt elke dag verzorgd, waardoor we ze in beeld hebben, waardoor wij kunnen zien als er iets met ze is, of ze het goed maken en of er toevallig nieuwe katten bij zijn gekomen die we nog niet kennen. En zo houden we dit soort groepjes eigenlijk onder controle. En waarom vang je deze dieren niet op? Waarom zitten ze niet bij jullie in de opvang? Helaas. Ten eerste is daar gewoon geen plek voor, omdat de vraag voor opvang enorm groot is. En ten tweede zijn ook niet alle katten daar geschikt voor. Deze zijn best wel sociaal, je kan ze aaien en ze vinden het wel leuk. Maar de meeste katten willen helemaal niet in huis wonen en die hebben het echt best wel naar hun zin op hun plekje. Mirjam, als je zou mogen wegdromen, wat zijn dan je ambities en dromen voor Stichting Kitten Rescue Curaçao? Eigenlijk heel eerlijk zou ik willen dat wij overbodig waren. Dus dat er geen kittens meer zouden worden geboren op straat. Dat er geen zwerfkatten meer zouden zijn. Helaas is dat natuurlijk een utopie. Maar een beter leven voor de zwerfkatten en ook de zwerfhonden op het eiland is toch wel een droom. En daar is inzet voor nodig en helaas ook geld. Steriliseren is uiteindelijk toch de key om het probleem aan te pakken. En daar gaan we voor.